dat land, dat doe ik de laatste jaren, zet ik dat zo laag mogelijk. Dus de horizon doe ik werkelijk zowat bij de onderkant, om zo weinig mogelijk land te zien. En dat komt omdat het land hier liefdeloos vernield is. En de luchten, er is geen overheid die daar iets aan kan verpesten. Dus daarom schilder ik hoofdzakelijk de luchten, die net zo mooi zijn als eeuwen en eeuwen geleden. Nu, na meer dan 40 jaar bezig zijn, begin ik het nu te begrijpen. Ik begin te begrijpen hoe het moet. Ik begin te begrijpen hoe de wetmatigheid is van het stromende water. Hoe je dat plat moet krijgen. Ik begin nu ook te begrijpen hoe het is met die wolkenluchten. En hoe dat, de ruimte, hoe je de ruimte erin krijgt. Hoe de ene wolkenpartij voor de andere schuift. En dat je dan ook de sensatie kan krijgen van in de verte kijken, maar ook omhoog kijken. Want dat is het namelijk met het landschap. Als je een landschap maakt, dan ga je niet daar als fotograaf ga je zo in de verte kijken. Zo, dat detail. Maar als je een landschap schildert, dan moet je het gevoel hebben dat je erin zit. Dus je schildert vanaf je voeten tot boven je hoofd. Dat is het namelijk. Je kijkt van links naar rechts. Dat is het. Om daar achter te komen hoe dat zit. Daar ben ik donderslang mee bezig geweest. In het begin voelde ik me gewoon hier in een soort paradijs. En dan ook het gevoel van, dit blijft altijd zo. Dit zal nooit veranderen. En toen kwamen die plannen voor die dijkverzwaring. Gruwelijk was dat. En toen dacht ik, hier moet iets mee gebeuren. Een actievoerder ben ik nooit geweest. Maar het enige wat ik wilde, dat is signaleren. Signaleren, hier gaat een uniek landschap, een prachtig landschap dat zijn weerga in de hele wereld niet heeft. Daarvoor rigoureus wordt dat vernield. En dat moet bekend worden. Kijk, het landschap heeft een ziel. Daar ben ik absoluut van overtuigd. En een landschap dat kan ook bezield worden door een goed samengaan van de mensen met het landschap. En dat is eeuwenlang is daar een hele goede verhouding is dat geweest. En dat is nu ook door deze rigoureuze manier zoals ze het aangepakt hebben, hebben ze de ziel uit het landschap geboeldozerd. Dat is het. Het is weg. Het is weg. Als ik nu door dat landschap ga en ik kijk ernaar zoals het nu is. En ik doe bij wijze van spreken mijn ogen dicht en ik zie weer diezelfde plaats hoe het vroeger was. Dan word je bevangen door razernij. Woedend word je dan. En daarom dat ik nu bezig ben om grotendeels de horizon, het landschap dat vernield is, heel laag. Alleen maar een aanwezigheid van. En dan zoveel mogelijk wolkenluchten, de zon, de veranderingen die er gaan. En dan de wetenschap van geen overheid die dat kan verpesten. Zie je, want dat is daar dan dit licht, hè? Dat ja, daar, waar de zon erin komt. Dat is wat ik probeer. Ja. Dat is zo prachtig, hè? En dan die structuur van die wolken die daar omheen gaan. En dan zie je dan vroeger ook in die schilderijen dat er dan een engel bij komt en een verkondiging. Hè? En dan zie je altijd van deze luchten. Klopt, ja. Dus daar staat God achter, hoor. De zon dus, hè. Dit is de Blauwe Kamer. Het is een natuurgebied begroeid met ooibos van 176 hectare aan de oever van de Rijn. Er grazen koningspaarden en hekrunderen. Er komen verschillende vogels voor, waaronder de aalscholver, de ijsvogel en de visarend. Dit is de Blauwe Kamer. Hier gelden wetten voor natuurbescherming. Zo mag je er niet met een hond rondlopen, je moet op de paden blijven
Je mag er niet fietsen en natuurlijk mag je er geen troep achterlaten. Dit is de Blauwe Kamer. Persoonlijk hou ik niet zo van natuur, ik ben meer een stadsmens. Maar af en toe, als mijn hoofd overloopt, dan vind ik het toch fijn om hier even rond te lopen en lekker tot rust te komen. Dit is een hek, zoals het verschijnt in het ware landschap. Het heeft een bepaalde hoogte, een bepaalde breedte, is gemaakt van een bepaald materiaal. En als je erop slaat, voel je fysieke weerstand. Het ware landschap is het landschap zoals het bestaat in de fysieke realiteit. Je kunt het beschrijven als een stelsel van feiten die ons vertellen hoe het landschap in elkaar zit. In het ware landschap houdt dit hek niemand tegen. Daarvoor is het te laag. Ik ben er zelf zojuist overheen gestapt. Dit is hetzelfde hek zoals het verschijnt in het juiste landschap. In het juiste landschap vertelt het hek mij dat ik er niet zomaar overheen mag stappen, omdat het een scheiding is tussen openbaar en privaat terrein. Het juiste landschap is het landschap zoals dat bestaat in de sociale realiteit. Het is een stelsel van normen en regels, vastgelegd in wetten, tradities en gebruiken, die ons vertellen hoe we met het landschap om moeten gaan. Dit is hetzelfde hek zoals het bestaat in het waarachtige landschap. Ik vind dit een mooi hek, zeker in combinatie met de klaprozen die ervoor staan. Het waarachtige landschap is het landschap zoals dat verschijnt in de innerlijke realiteit, in het bewustzijn van individuen. Het is de manier waarop mensen het landschap beleven. Dit is het traject van de Betuwelijn. Volgens professor Jaap Lenkeek de grootste miskleun van de ruimtelijke planning in de 20e eeuw. Toen men begon na te denken over de Betuwelijn, zijn allemaal berekeningen gemaakt over het ware landschap. Zoals, waar moet de Betuwelijn precies komen te liggen? Wat zal de toename zijn van het transport de komende jaren? Welke transportmiddelen leveren hoeveel milieuschade op? En hoeveel geld gaat het kosten? En wie zal daaraan bijdragen? De politiek heeft uiteindelijk besloten om de Betuwe-route te gaan aanleggen. Op dat moment bestaat de Betuwelijn in het juiste landschap. Toen later allerlei berekeningen niet bleken te kloppen, heeft men toch vastgehouden aan die beslissing. In het denken over de Betuwe-route is nauwelijks aandacht besteed aan het waarachtige landschap, de manier waarop mensen het landschap beleven. Daar heeft men later bij de uitvoering van de werkzaamheden grote hinder van ondervonden. Mensen gingen protesteren, gingen dwars liggen, sloten zich op in huizen die gesloopt moesten worden. En bij Valburg is zelfs een heel overslagterrein uiteindelijk niet doorgegaan vanwege de protesten van de plaatselijke bevolking. Ik denk dat Jaap Lenkeek gelijk had met zijn opmerking dat de Betuwelijn een grote miskleun was. Als het juiste landschap een eigen dynamiek krijgt die los gaat staan van de berekeningen en de nieuwe inzichten, en het waarachtige landschap niet in de overwegingen wordt betrokken, dan krijg je een groot voorbeeld van slechte planning.
Sharon en Abbas. Ik ben Wim Aldersberg, voorzitter van de Vereniging tot Behoud van Natuur en Landschap in en om Wageningen. Een vereniging die 2 jaar geleden is opgericht en inmiddels ongeveer 300 leden telt. Ik ben Paddy Noé, voorzitter van de Stichting Windenergie Wageningen. De vereniging heeft tot doel het behoud en zo mogelijk verbeteren van landschappelijke en ecologische waarden, in het bijzonder van de Eng en dit prachtige binnenveld. De doelstelling van de stichting is het realiseren van 10 megawatt windenergie. Dat zijn 5 molens. Met die windenergie willen we bijdragen aan een duurzame samenleving. We wekken daarmee ongeveer 1/3 van de energie op van alle huishoudens in Wageningen. Dit is een gebied met grote geomorfologische en cultuurhistorische waarden. En wij achten het absoluut ongeschikt om hier windmolens te plaatsen. Een gebied wat in de 14e eeuw tot ontwikkeling gekomen is, waar jarenlang mensen van genoten hebben, zal door slagschaduw en herrie van windmolens worden beschadigd. Dat achten wij onaanvaardbaar. 5 windmolens in het binnenveld. Het is de beste locatie die aangewezen is door de gemeente Wageningen. De uiterwaarden zijn helaas niet mogelijk in verband met de internationale vogelrichtlijn. En wij willen graag dat onze kinderen kunnen zien waar de energie vandaan komt. Wij zullen ons in de komende tijd met alle wettig toegestaande middelen verzetten tegen de plannen die enkele enthousiastelingen hebben ontwikkeld en die menen daarmee de Wageningse bevolking te moeten opvoeden. Wij willen met alle mogelijke middelen proberen om die windmolens hier te krijgen. Ons doel is dan ook, er komen hier 5 windmolens. God schiep de wereld, maar de Nederlanders maakten Nederland. Is het toppunt van maakbaarheid bereikt nu we onder de naam Nieuwe Natuur onze cultuurlandschappen laten verwilderen? Wat staat ons te wachten als straks de landbouw als functionele drager van het platteland verdwenen is en onze cultuurlandschappen in de uitverkoop terechtkomen? Zullen de steden leeglopen en zal straks iedereen kunnen wonen in een parkachtige setting op het platteland? Kortom, hoe zal Nederland er in de toekomst uitzien? We ontmoeten landschapsarchitect Han Lursing in het nieuwe natuurgebied De Blauwe Kamer en vragen hem naar zijn mening over de ontwikkelingen. Natuurbeleving is een stedelijke functie in Nederland. Ik ken het adressenbestand niet van natuurmonumenten, maar ik durf te wedden dat het 95% stedelijk of suburbaan woont. En het kan ook bijna niet anders, gewoon getalmatig. Dat is helemaal niet erg, maar het betekent dus dat die mensen eigenlijk voortdurend bezig zijn om een... Ja, een,
een prettige, makkelijke struinomgeving te krijgen waarin ze mogen en kunnen rondlopen. En daar voldoet dit wel aan. Het is een soort consumptienatuur. Er zijn zelfs paadjes uitgelegd met gekleurde kopjes, geloof ik, zodat je ook niet verdwaalt. Wat nou natuur, denk ik dan? De natuur, dat is ergens, weet ik veel, het oerwoud in Oeganda in en meteen verdwalen of een gifpijl in je kont krijgen. Maar dit is dus gewoon langs een paaltje, langs van het ene paaltje naar het andere lopen. Dit is een cultuurlandschap. En elke poging om net te doen alsof het een oerwildernis is uit het jaar nul, die is romantisch en tegelijkertijd is die volkomen bedriegelijk. Het geheel is voor mij een heel duidelijk voorbeeld van een soort non-omgeving. In een land waar alles vorm heeft. Waar landschap in eeuwen helemaal in elkaar gesleuteld is met mooie rechte lijnen en prachtige spannende bogen en nog wat. Daar heeft dit geen vorm. Ik vind het resultaat eigenlijk, als ik het duidelijk moet zeggen, jammer van het cultuurlandschap dat er ooit gelegen heeft. Zal het cultuurlandschap zijn bestaansrecht verliezen nu de boeren massaal de wijk nemen? Zullen we, zoals de rode en groene contouren ons deden geloven, de verstedelijking tegen kunnen houden? Of moeten we blij zijn met de extra woonruimte die het platteland ons zal bieden? Zullen we straks door museale landschappen rijden, waar de antieke boerderijen plaats bieden aan die theebedrijven en de roodbonte koe in de wei vervangen is door het recreatiepaard? Kortom, moeten we bang zijn voor het nieuwe landschap? Ik denk dat het verdwijnen van landbouw, dat een geweldige aanleiding kan zijn om die landschappen te vernieuwen en er andere functies in te zetten. Laten we maar massaal gaan wonen. Laten we er maar bedrijven zetten zolang ze niet stinken, niet vervuilen en niet te veel verkeer aantrekken. Prachtig. Gewoon doen. Laten we er gaan recreëren. Leg paden aan, plant houtwallen, plant bossen. Maak er iets moois van. En maar wel respecteer het feit dat het een cultuurlandschap is met zijn eigen duidelijke lijnen die vaak eeuwenlang al voor ons klaar liggen. En ga erop door. De stad wordt groener. Hou ik staande. De stad wordt groener. Het landschap wordt een beetje steniger. Nou, dat betekent dat het begint uit te vlakken, dat verschil. Nou, ik denk dus dat dat steeds verder gaat. Alleen wat je dus wel houdt, je hebt oude binnensteden, die gaan we nooit neerhalen. Dat is volstrekt uit den boze, dat gaan we koesteren. En tegelijkertijd gaan die ook steeds meer van functie veranderen. En je krijgt een soort pretpark, winkelcentrum en nog wat. In die oude binnensteden, of je dat leuk vindt of niet, maar dat is een ontwikkeling die nu absoluut hard aan de gang is. En aan de heel andere kant van het verhaal krijg je echte, duidelijk afgesloten natuurgebieden. En daartussen gebeurt het dus. En daartussen leeft en werkt en woont gewoon Nederland. Onze steden worden pretparken en het platteland verandert in een suburbaan woon-werkgebied. Zal het landschap eentoniger en eenvormiger worden? Zullen we het landschap van Drenthe en Noord-Brabant nog van elkaar kunnen onderscheiden? En wat is de uitdaging voor onze landschapsarchitecten en stedenbouwers? Kijk, er zit nog steeds een heleboel verschil tussen de verschillende landschappen van Nederland. Vaak door hele natuurlijke redenen. Ik bedoel, als iets heel nat is, kun je sommige dingen beslist niet doen en andere juist weer wel. Nou, dat heeft een andere vorm opgeleverd. Dat is heel belangrijk. Dat kan eigenlijk niet genoeg worden benadrukt. Dat Nederland op dat punt, op zo'n kleine oppervlakte, geweldige verschillen heeft als je ze maar wil zien. Want natuurlijk dramatische bergen en gletsjers en god weet ik wat. Nee dus, maar juist in dat vlakke land zijn enorme verschillen. Dat is een leidraad voor verdere ontwikkelingen. En dat, kijk, het lijkt nou alsof ik eerder zit te zeggen van gooi de remmen maar los. Dat zeg ik dus niet. Gooi ze functioneel los. Ik bedoel, laat wonen, laat werken enzovoort. Maar hou als het gaat om vorm, om inspiratiebron, hou dus wel die klassieke landschappen voor ogen en probeer die als het ware een moderne toekomst te geven. Ik denk dat een van de belangrijkste taken zal zijn om Nederlanders een landschap te geven waardoor ze de natuur niet meer missen.
Yama. Mountain. Mu. Emptiness. Umi, sea. Suna, sand. Machi, town. Umi, yama, machi. Yama. Umi. Machi. Yama. Ongeveer 400 Nederlandse soldaten hebben zich ingegraven halverwege Wageningen de Grebbeberg. Ze vormen de voorposten, de golfbrekers in het verdedigingsplan van de Greb. In de vroege ochtend van 11 mei zet het SS-regiment der Führer de aanval op de voorposten in. Om 4 uur in de middag is de commandopost van bataljonscommandant Voigt omsingeld en een uur later tot overgave gedwongen. De enige Nederlandse voorpost, dan nog over, is uit 12 man bestaande groep van sergeant Mouillot Blom gelegerd in een boomgaard net naast de Wageningse afweg. De SS'ers hebben grote moeite de stelling te nemen. Uiteindelijk is de overmacht te groot en moet de groep zich overgeven. Duitse troepen dringen de stelling in en drijven de Nederlanders naar buiten. Zwijnen, waarom schieten jullie nog? Brulde een SS-soldaat. Als jullie niet gekomen waren, hadden wij niet geschoten, is het antwoord van soldaat Michelbrink, die onmiddellijk daarop door Hitlers elitetroepen wordt geëxecuteerd. Met de moord op Gerard Michelbrink is het laatste verzet in de voorpostenstrook in de namiddag van 11 mei definitief gebroken. Als de slag om de Grebbeberg gestreden is en de doden verzameld worden, vindt men op de noordhelling van de berg een Hollandse soldaat. Hij had stelling genomen achter een boom. Naast de boom ligt keurig gestapeld zijn voorraad geweerpatronen,
als getuigenis van zijn beslissing. Stand houden of sneuvelen. Hans de Vries uit Zuidwolde verloor zijn leven op de Duivelsberg. Een kogel doorboorde net onder de helm zijn hoofd. Toen de stilte weer bezit genomen had van de berg, zat hij daar nog op zijn post. In geknielde houding, het geweer in de aanslag. Volkomen rustig te wachten op de vijand die hij uiteindelijk niet zag. Een eenzame soldaat op de greb. Zijn moed werd hem op 13 mei 1940 fataal. Ik ben hier in 1999 gekomen wonen. En dit is mijn eerste eigen huis. Eigen huis met een tuin. Ik heb nooit een eigen tuin gehad. Ik had er ook niet meteen iets mee. Ja, als kind moest ik soms voor straf in de tuin werken. Als ik iets had uitgevreten. En voor de rest, ik geloof niet dat ik die tuin in het begin gezien heb. Ik was bezig met werken. Werken. Heel veel werken. En ik heb die tuin inderdaad nauwelijks gezien. En op enig moment, ik denk 2 jaar geleden, was ik ineens dood van al het werk. Het was op en ik ben afgeknapt. En op een gegeven moment ben ik in die tuin gaan zitten uitrusten. En die stond helemaal vol met planten. Van de grond tot aan het raam. Er komt nauwelijks licht binnen. Misschien wel symbolisch voor een donkere periode. En ik weet niet precies meer wanneer, maar op een gegeven moment heb ik besloten dat het mijn plek moet worden. En toen heb ik met een aantal vrienden heb ik werkelijk alles uit die tuin gerost wat erin stond. Alle planten. En toen alles eruit was, was het één zandvlakte. Er stond niks meer. Geen idee wat ik daarmee zou moeten. En toen ben ik er middenin gaan zitten. Ik heb eerst een veranda aan het huis getimmerd. En toen ben ik gaan zitten met mijn schetsboek. En ik ben gaan tekenen. En ik heb steeds dezelfde vorm getekend. Waarom weet ik niet. En ik weet verder niks van planten. Ik heb er ook niks mee. Nu begint het een beetje, maar toen niet. En er was een vriend van mij. En die doet wel veel aan tuinontwerpen. En die weet veel van planten af. En die is een keer langs geweest en die zei van, je zit een embryo te tekenen. Het zijn allemaal embryo's. Wat je ook tekent, het is allemaal hoofdje met een ruggengraat. En het eindigt daar waar je voor het eerst je tuin instapt. En het is zo gebleven. Het pad is nou de ruggengraat geworden. Achterin hebben we een terras gemaakt. En samen hebben we alle planten uitgezocht die erbij moesten komen. Er moest vooral veel licht in. We hadden nog één acacia over, weet ik nog, een bol acacia. Die wilde ik nog sparen, een mooi verticaal element. En we waren aan het planten. En op een gegeven moment stond ik tegen die acacia geleund. En nou heb ik nog wel een stevig lijf. En de acacia is bezweken onder mijn gewicht. En midden in mijn embryo zat toen een gat. En Erik, die vriend van mij, die zei, ja, daar moeten we iets nieuws maken, iets met een symbool. En die heeft een boom voor me uitgezocht, een ginkgo. Het is de oudste bomengeslacht wat er op de wereld is. En hij heet ook wel de eendenpootboom, omdat hij hele maffe blaadjes heeft. Of hij heet de levensboom.
En die staat nou in de navel van mijn embryo. En toen pas was het goed. In tegenstelling tot 2 jaar geleden sta ik rechtop. En ik doe in het leven wat goed voor me is. Lekker met z'n allen in de rij, wat zijn we blij en wat voelen we ons vrij. Want we gaan vandaag weer consumeren, potverteren, spijsverteren. Dierenpark, Sprookjespark, hapklare brokkenpark. Elke zondag in de rij, daar voelen wij ons vrij, wat zijn we blij. Gezellig chagrijnen in een pretlandschap. Gezellig chagrijnen in een pretlandschap. Dierenpark, Sprookjespark, klare brokken, schrokken. Kom met z'n allen naar het pretlandschap. Er wordt één met z'n allen. Het is een echte grap. We bouwen alles vol, gewoon voor de lol. We geven geen zier, het gaat om het plezier. Hoe het ooit was, is niet meer van pas. We geven geen zier om hoe het ooit was. In een pretlandschap, lekker consumeren in een pretlandschap. Koop je plezier in een pretlandschap, lekker consumeren in een pretlandschap. Lekker chagrijnen in een pretlandschap, de wind in je haren zonder gevaren. Wat kan het ons schelen, we zijn met zoveel. We betalen ons blauw voor nieuwe verhalen. Je telt weer mee, dus hupsakee. We gaan ons begeven in een pretlandschap. De waarheid is een grap, wat dacht je wat? Pretlandschap, pretlandschap met je ogen in een drap van een hersenloos soms zinnige grap. Onze realiteit, voorbereid door de architecten van een nieuwe tijd. Consumeren in een pretlandschap, hersenloos vibreren in een pretlandschap. Consumeren in een pretlandschap, hersenloos vibreren in een pretlandschap. Gezellig chagrijnen in een pretlandschap, gezellig chagrijnen in een pretlandschap.